Burgemeester Brul zal komende week de nieuwe plek onthullen waarnaar de gedenksteen van Jan van Hoof verplaatst wordt. Jan van Hoof is een Nijmeegse verzetsheld uit de Tweede Wereldoorlog, die op 19 september 1944 tijdens een actie om het leven kwam ter hoogte van het Joris-Ivensplein. Maandenlang hield hij de Duitse activiteiten op en rond de Waalbrug en de Spoorbrug in de gaten. De Duitsers wilden zowel de Spoor- als de Verkeersbrug opblazen. Van Hoof wist te voorkomen dat de verkeersbrug, oftewel de waalbrug, verwoest werd. De gedenksteen van Jan van Hoof ligt nu nog op het Joris-Ivensplein, maar niet op de exacte plek waar Van Hoof overleed. De steen zal daarom zo'n 50 meter worden verplaatst.